het Arabisch, als wel in het Jamaicaans, als wel in het Toetoonska, als wel in het Groningenska, en dan voorzien van vele talen en dialecten, als waar ook één verhaal gaat over Dr. Livingstone, die verzeild raakt in Afrika en later ontdekt wordt door Dr. Stanley. We zullen zien hoe dat afloopt daar zo in Afrika. Het gaat erom weg, hoor. Het gaat erom weg. Houd je hart maar vast. Oh, god, doe maar liever iets. Hebben we weer al zover. Ik denk van, ik gooi een andere toer en zo. Hè? Een keer met computers erbij. En geen drums en bas. Zet ze gewoon weer te mij. Doe maar weer iets. Nou, doe maar weer iets. Ik heb toch een nummer al aangekondigd. Ja, dat is typisch studio. En jullie maken natuurlijk een spanning uit, hè? Dat de hel nog een keer losbreekt, zeg. Het is waar als je nou als een invalbandje moet beginnen. Het zijn net de scatterlighters, overal is het daar. Hoe is dat, Bouwman? Is goed? Ja? Oké. Okay. Maar met de jongen verlichten dat. Ja! Hé, wat een overrichting. Dr. Livingstone!
no stress. Geen te vrede, en ons te blijven. Daar heb je mijn noorden van. Dieter neemt mijn krimpten op. Pieter eindelijk weer te vroeg. Schuil wat over je allemaal. En zo heb je pussen te vroeg. Yo, yo, is vaak ook zeer tevreden. Heb jij dat?
als je eruit ziet en vanwege je beroep, dat kan er natuurlijk in alle dichtbijzijnheids een schoolmeester zijn of iemand uit de Tweede Kamer. Maar als je als kindje in de slager kwam en dan ging die deur was open met al die vleeshaken, of je zag wel iets over een kolenmijn op tv, dan was je als kindje heel erg bang, maar dan had je een angst voor mensen met rare beroepen en die je dan uitzagen helemaal vies onder het vet en onder het bloed, of pokkeldalig met een petje op en met zo'n zakje achter op de rug. Dan kwamen ze wel eens met kooltjes achter het huis dat papa en mama weer een nieuwe voorraad koon in huis had. Vandaar ook het volgende nummer, een sprookjesachtig nummer. Meisjes en slaap dat je ooit in een kolenmijn. Als je daar ooit ergens was, thuis. Als je ooit in een kolenmijn werd. Dan zijn je papa en mama toch echt niet thuis. Bang voor slagen hoor je ga vlak om de hoek. Bang van al die vleeshaken bloed en op. Met bloed en op. Kom van stukje met was dat je moeie toestand. Werk je in de kolenmijn en is het toch wat niet blijft. Werk je in een slachthuis dan ben je een vies wel fijn. Kolenmijnen, slachthuizen, ratten op haar gieten. Yes.
Rita. En stop op games, de bullshit! Gewoon Nederlands met een beetje Spaans, hè? Ja, we doen van alle teksten nog. We doen van Nederlands, Gronings, Russisch ook nog wel zo meteen, hoor. Alles komt nog wel vanuit. Stop de dierengevechten, gevechten. Het is alleen maar traditie. En sommige tradities zijn er voor om. Al jaren oud en daarvan is wel een fout. Maar niet ziek zijn en voor het mensen zien. Helaas gaan ze de kasten van de dief. Wow, met een aangeschoten vrouw. Zeg avond weer een trap, op een plek.
Nederlander helemaal bedrogen uitkomt, die vandaag van, die dag van acht met de ex-zanger van de Boogies, dan moet het wel weer Boogies worden. Doen we nou al een nummer van mijn vorige band dan? Van mijn vorige band? Nee! Spijt me nog wel voor de mensen die alweer bedrogen uitkomen. Ik heb namelijk voor de Boogies 8 jaar geleden nog een band. En dat kunnen jullie ook helemaal niet waarschijnlijk. Doen we nou een ska-nummertje van? Ze spuugt de wodka in mijn bek. Sorry, spijt me. Het gaat over mijn vorige band. Voor mijn vorige band. Het beste. Hey, doe!